Dit jaar dus een vijfje blazen. En dan gaat dit dus nu recht trekken. En dan in vervolgens gaat het gewoon elk jaar die 25 en dit is wat gelijk dat jaar wat er gelijk aangewerkt in 40 jaar ook. We hebben dus vijfje blazen, dat is Johan Hurk is 40 jaar lid. Willem Hoekman is 25 jaar lid. Dan heb ik nog Henk Witpaard is 25 jaar lid. Teunus Haltna is ook 40 jaar lid. En Roel van Maastricht. Heel fijn in de lid. Alle mensen hebben een schijn van gehad. Nou, de ene zegt van ik kom wel, maar ik geef mij maar zo een speldje. Ik wil niet op de voorgrond staan. En ik weet paard voel ik volgende dag die ring gesteld dat ik 10, 12 jaar geleden. Dus ik zeg, ik vind het prima, breng mij maar een speldje aan huis. Dus we hebben gezegd, van gaan we een bondbestuurder uitvoeren voor de leden. En als je dan 5 uur bladers net, dan is het misschien één. Dus we zeggen zo, nou jongen. Kijk, een vereniging met leden die dus 40 jaar trouw zijn aan de club, ik wil, ja, die moeten dus wat koesteren. En ja, ondanks dat ze eigenlijk nooit instuurt met volgen en zo, maar ook met de duiven, meer gericht werd op de duiven dan op de volgers, nemen we dat niet kwalijk. En we zijn ondanks alles hartstikke blij dat als je 40 bent en we hopen dat je nog vele jaren trouw blijft aan onze vereniging. Johan, gefeliciteerd. Hier heb je een bosje bloed. En hier is je gouden spel. Ik ga hem niet op het veld, maar dat is mij veel te lastig. Maar kijk, hij is hartstikke mooi. Het is ook een verschil in 40 jaar en 25 jaar. Dat is echt, nou, echt goud, dat weet ik ook niet of het is, maar... Ga er maar vanuit. De vond ken je dit, dan ben je er niet kind aan. Kom wel, neem dat gewoon. Kom op, Dus je kijk, dus een... Ik leef altijd een beetje in de familie, net als met het al gewerkt. Twee dingen punten, denk ik. Gefeliciteerd, jongen. Ja, we vinden de bondscoach dit jaar de betrokken. En dat is dan tevens natuurlijk de tropenkampioen. De algemeen kampioen van dit jaar, dus de winnaar, tevens tropenkampioen. De winnaar van de bondscoach van dit jaar is Vartelgrasspring Wilkeur met 94 punten van Harry Brouwer. Dus Harry is de algemeen kampioen van dit jaar met 94 punten. Pakiet was de hoogte 92. Dat weet ik niet.